ben Johan Claus, medestichter en bezieler van de VZW adembenemend Retour au Centre. In deze korte film wil ik u graag de VZW en haar filosofie voorstellen, ook aan de hand van enkele concrete voorbeelden. Een filosofie die je kijk op je leven kan veranderen. Waarom adembenemend? De omgeving misschien, zeer zeker. Maar vooral ook hoe sommige mensen hier op zeer korte tijd hun leven weer in handen nemen. Ik denk aan die uitgebluste Nederlander die hier voor een weekje toekomt. Hij had moeite met zijn vrouw en kinderen. Hij werkte te veel en zei bij aankomst: Johan, ik kan niet meer genieten. Wil je mee naar mijn bos? Vroeg ik hem. Ja, waarom niet? Antwoordde hij zonder veel enthousiasme. In mijn bos maakten we een groot vuur en ik liet hem met de handzaag grote, dode bomen in stukken zagen. En na 2 uur hadden we een gigantisch vuur en namen we een slok water terwijl we van het vuur genoten. En hij zei me: Johan, ik geniet ervan. Op 2 uur tijd was hij van destructief wanhopig naar hoopvol omgeschakeld. De dag erop nam ik hem mee naar een vriendin die soms bij de begeleiding helpt. En hij kreeg meer begrip voor zijn huidige situatie. En er groeide meer zelfaanvaarding. De laatste dag verlangde hij zo naar zijn vrouw en kinderen dat hij, vroeger dan gepland, dolgraag weer huiswaarts keerde. Ik hoorde onlangs, na 2 jaar, dat het hem, zijn vrouw en kinderen en zijn werk nog steeds goed ging. En Retour au Centre? Ik ben altijd aangenaam verrast als ik hier verwarde mensen zie toekomen en al na enkele dagen zie terugkeren in hun centrum. De fundamenten in Retour au Centre zijn symbolisch. 1. Bij een ronde spiegel vlak naast de ingangsdeur. En 2. De wil om de slachtofferrol definitief op te geven. Want we hebben altijd de keuze. Ofwel blijf ik in die rol hangen, ofwel zoek ik een andere rol die me beter bevalt. We hebben altijd de keuze om in ons leven alles te dramatiseren, zoals je ziet in de media. Maar wie slim en schrander is, kan al wat gebeurt als spiegel en als motor zien van verandering en evolutie. Ik werk dikwijls met de diepe buikademhaling om te komen tot de stilte die de poort opent naar je innerlijke kind. De stilte die je eenvoudigweg gelukkig laat zijn in dit nu moment. En de stilte die je doet beseffen dat ik alles in mij heb en dat ik meer dan voldoende ben. Dat ik overvloed ben van binnen en dat ik deze overvloed kan delen met andere overvloedige wezens rondom me. In deze stiltezone van de waarheid besef je ten volle dat jij zelf schepper bent van je leven. En als er in ons leven veel onheil en miserie op ons pad komt, dan is dat wellicht omdat we die miserie willen scheppen die ons tot het bewustzijn wil brengen dat een goede schepper geen miserie nodig heeft om te leven. Een vreemde bocht die we daar nemen. Je kan er ook meteen van uitgaan, leven is gewoon leuk en boeiend in alles wat op ons afkomt. Wat een ongelooflijke vreugde en lichtheid ons leven hier op aarde. Vrijheid en vreugde om elke dag iets meer te mogen ontdekken over ons centrum, over onze schat en onze kracht van binnen. Wat een geluk en een vreugde om elke dag een reden meer te ontdekken om onszelf nog liever te zien. En waarom dan die spiegel aan de ingang? Hij staat symbool voor onze ontmoeting met onszelf in de ander. Hij nodigt ons uit om heel even goed na te denken voor
vooraleer we oordelen. Wat stoort er mij het meest aan die ander? Misschien juist datgene wat ik nog niet zie en herken in mezelf, waar ik nog steeds een oordeel op plak in mezelf. Als ik het nog niet zie in mezelf, is er de storende ander die me de weg wijst. Zo worden de slagen die ik te verwerken krijg, kostbare geschenken op mijn weg. Want als een ander me raakt en ik me hiertegen niet verzet, raak ik bij iets kostbaars, iets kwetsbaars in mezelf. Als ik het gekwetste deel van mijn leven dan weer verwelkom in mijn centrum en het omarm zonder verzet, dan wordt mijn leven weer rijker en een stuk eenvoudiger. Ik mag dus met andere woorden alle vijandbeelden loslaten. Maar wat is dan toch ons grootste trauma dat ons met bijna alle andere mensen verbindt? Ons basistrauma. Dat we ons niet goed genoeg voelen om het leven ten volle te beleven en onszelf voldoende te beminnen. Van waar komt dit destructief en onbewust mechanisme? Nog niet zo heel lang geleden ontdekten bekwame psychologen dat een kind tot de leeftijd van 7 jaar het onderscheid niet kan maken tussen verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen leven en verantwoordelijkheid dragen voor het leven van zijn ouders. Als zijn ouders ruzie maken, gelooft het kind dat het omwille van hem of haar is, omwille van zijn gedrag, omwille van zijn manier van zijn. En het kind voelt zich 100% verantwoordelijk voor deze ruzies. En in welke zin zijn er nooit ruzies? En vanaf deze ruziemomenten geeft het zich onbewust die van de schuld en groeit die idee: ik ben niet goed genoeg. Ik deug niet. Kleine deug niet. En ik slaag er niet in om iets waardevols te scheppen in mijn leven en mijn ouders gelukkig te maken. Na deze levensperiode, die bij de meeste mensen ergens diep verborgen zit, zijn er langs de ene kant mensen die dit zorgvuldig weten te verbergen via een geslaagde carrière. En ze denken en geloven een goede schepper geweest te zijn van een geslaagd leven. Maar slaagden ze hierin via hun essentie, via hun hart en via hun centrum? Of werden ze op hun manier een geslaagd monster? Er zijn vele andere mensen die erg weinig scheppen in hun leven, dat het vermelden waard is. Want ze ontvluchten de vernietigende waarheid van ik ben niet goed genoeg via drank, drugs, relaties, seks, en andere rock'n'roll. Ze sterven meestal voor hun tijd, want onbewust weten ze dat het niet voor dit soort leven is dat ze hier op aarde zijn gekomen. Dan is er tot slot de grote middenmoot, die niet echt slagen, niet echt vluchten, en soms worstelen met onbewust verdriet, met onvoldoening. Soms momenten van vreugde en voldoening kennen, en blijven verder zoeken. Een echte levensschepper, die zich goed in zijn vel voelt, heeft geen schrik om te leven, heeft ook geen schrik om te sterven, want hij leeft voor de volle 100% in dit nu moment. En zeker, er komen nog van die momenten waarop hij of zij zich een beetje eenzaam voelt, onzeker misschien, erg angstig voor wat komt. Maar de ware schepper van zijn leven blijft er rustig bij. Weet dat chaos een voorwaarde is tot scheppen en heeft de goede reflex om op die momenten van onzekerheid, angst en eenzaamheid te omarmen en te aanvaarden. En ook alle emoties die er soms vanzelf bij komen. Omdat hij weet, door ze te omarmen, komen ze vanzelf bij zijn centrum terug. Retour au centre.
is niet meer en ook niet minder dan de uitdrukking van deze omarming van alles wat in je leven gebeurt. Door te omarmen breng je alles weer naar je centrum. Genezing en gezonde voeding zijn hier ook belangrijke thema's. Sommige mensen geloven in de klassieke weg om te genezen. Anderen geloven meer in alternatieve wegen. Ze kunnen elkaar aanvullen en ze zijn niet beter of slechter. Want, ik ben er ten gronde van overtuigd dat geen enkele van deze twee wegen je op lange termijn kan genezen. Als je niet ten diepste begint te geloven dat we alles in ons hebben om schepper te zijn van een gezond en voorspoedig leven vol passie. Onlangs was hier een vriend enkele keren op weekend. En hij was niet tevreden over zijn lichaam. En ik vroeg hem wat hij zoal at en waar hij zich zoal dik over maakte. Dit laatste werd meteen duidelijk bij diezelfde vriendin en er viel een zware last van zijn schouders. Hij hoefde zich niet meer dik te maken over zijn verleden. Ook zijn ouders hadden hun redenen om zo te zijn en zo te handelen als ze hadden gedaan. Sindsdien is hij met veel vuur en vol goede moed gezond beginnen eten en hij valt af dat het een plezier is om te zien. Maar een spiegel aan de voordeur nodigt vooral uit om milder te kijken naar jezelf. Om de mooie dingen te willen zien. De guitigheid en het licht in je ogen. Je deugt wel. En zolang dat we zien dat we nog niet die bekwame schepper zijn van een boeiend en bruisend leven, heb je liefde nodig voor jezelf en geduld, onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, die er soms nog niet in slaagt de juiste keuzes te maken. Ik leerde veel over onvoorwaardelijke liefde van een klein prinsesje die hier begraven ligt in mijn tuin. Ik vertel je graag het hele verhaal over haar erg korte, maar zo intens mooie leven, als je eens wat langer naar hier op bezoek kunt komen. En ja, er zijn soms van die geweldig zware lasten die worden doorgegeven van generatie op generatie. Zoals bijvoorbeeld depressie in mijn familie. Maar het is aan ons als bekwame schepper om dit familiale karma in dit leven een halt toe te roepen. Ik ken een zinvol ritueel om definitief stop te zeggen tegen die eeuwenlange conditioneringen die we toch echt niet graag blijven doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Onlangs was hier iemand op bezoek die regelmatig worstelt met depressie. Hij stond voor zijn laatste examen en zijn mama vreesde dat hij het niet ging halen. Ik hoorde dat hij graag kajakte en de lessen is hier vlakbij. En we genoten samen van het eerste tochtje met mijn oude kajak op de lessen. Ik op de fiets, hij in het bootje. En al na een paar honderd meter was hij even de weg kwijt. Want hij was een doodlopende zijarm van de lessen opgevaren. En hij had al zijn kracht moeten gebruiken om stroomopwaarts weer bij mij te geraken. Ik was ondertussen op de brug zeker een uur in slaap gevallen. En heel ongerust toen ik wakker werd en zag dat het al zo laat was. En toen zag ik hem van ver aankomen en ik was zo gelukkig. Het was precies mijn verloren zoon die ik terugvond. Doodmoe, maar heel gelukkig, gaf hij mij dan de kajak en fietste een stuk langs de oude spoorwegbedding. 'S avonds vertelde hij me dat hij nog wat werk had voor zijn examen. En dat hij de volgende dag wat minder ontspanning zou nemen. Ik vroeg hem onlangs zijn verblijf hier kort samen te vatten. Hij mailde me: mijn diploma is intussen een feit. Gisteren was het proclamatie. Sta me toe mijn verblijf in enkele woorden te formuleren. Eenvoud. Zoals in terug naar de essentie. Purificatie. Ontmoeting. Ademruimte. Ik was zo blij met deze drie woorden. Hij had me begrepen.
Al deze verfrissende en vernieuwende gedachten worden hier verankerd via eenvoudige ademhalingsbewustmakingsoefeningen, die ik voor wie niet tot hier kan komen op een goed gevulde cd samenvatten. Ze worden ook verankerd via mooie wandelingen in de prachtige natuur op mijn lieflijk dorpje, wandelingen waar we geen enkel thema uit de weg gaan, en delen met elkaar wat gedeeld kan worden vandaag. Verankering kan er ook komen rond een kampvuur, waar we met veel vreugde al die oude geloofsovertuigingen kunnen loslaten. Want vreugde is onze ware aard. Dit was ook het thema van de opening van Adembenemend Retour au Centre. Ik mailde me onlangs: Retour au Centre is niets anders dan een plek om te verpozen. Een plek om een tijdje in het nu te leven. De eenvoudige dingen van het leven beleven, goed luisterend naar wat je zelf verlangt, goed luisterend naar wat de ander verlangt. Het delen met elkaar in actie, al wandelend tijdens het bereiden van een lekkere maaltijd met de rijkdom van smaken en geuren uit de eigen tuin. Momenten van intens geluk in een warm kader, bewoond door een erg gastvrije en gulle, graaggevende gastheer, die weet wat een warm welkom is. Aarzel niet om het hier te komen ontdekken. Ik aarzel ook niet om van harte alle vrienden te danken die op de een of andere manier Retour au Centre hebben helpen groeien. Tot de mooie plek waar ook jij misschien wondere dingen zult ervaren door het beleven van jouw Retour au Centre. Van harte welkom in mijn geliefde dorpje Honnay in de Rue du Centre 13. Meer info vind je op adembenemend.be.